Welkom dames en heren bij een nieuwe track uit van GP Blog. Ik ga jullie meenemen over de thuisbasis-circuit van Red Bull Racing op de Red Bull Ring. Laten we niet langer wachten en kijken naar deze razendsnelle ronde. Welkom dames en heren bij een nieuwe track uit van GP Blog. Ik neem jullie mee over de Red Bull Ring in Oostenrijk. Waar Max Verstappen het helaas niet zo goed doet. Vorig jaar hier met Daniel Kvyat en Fernando Alonso in de ronde. Dan krijgen we hier dat langrechte stuk waar we dit jaar een extra DRS krijgen. Dit speel helaas nog niet, dus we moeten het nog zonder DRS doen. Hier bij het 100 meter bordje remmen. 2001, Michael Schumacher en Juan Pablo Montoya schoten hier rechtdoor. En dan hebben we hier weer een lang DRS rechtstuk. Waar Perez bij de volgende bocht rechtdoor schoot in 2016. Door remproblemen. Dan komen wij op naar de weer een snelle bocht naar links. Dus hier. Oppassen voor de broodjes aan de buitenkant. Want die wil niet de lucht in. En hier ook oppassen voor de broodjes. Dan komen we op bij een snel punt. De laatste sector is vooral voor de Red Bulls. Hier naar rechts. En dan nog een keer naar rechts. En dan hebben wij Red Bull rondje voldaan. Dan gaan we nu kijken naar de weerspelling. Op de vrijdag hebben wij regen, wordt er voorspeld met 23 graden. Zaterdag 27 graden met een zonnetje en een wolkje. En zondag precies hetzelfde als zaterdag, dus ook gewoon lekker zonnig en met een wolkje. Voor nu, bedankt voor het kijken. Dan zie ik jullie volgende keer tijdens de Grand Prix van Silverstone.